We zijn vandaag in het gezelschap van de EV6. Dat is de eerste Kia die van bij het begin volledig ontwikkeld werd als zuiver elektrisch model. Nu, a priori ziet het er naar uit dat de Koreanen geen half werk verricht hebben, getuige ook het aantal onderscheidingen dat het model al heeft mogen krijgen. En wij gaan vandaag eens uitzoeken of die ook terecht zijn. De detailtest van de Kia EV6 is verschenen in ons magazine, maar je kunt hem ook nog eens nalezen op onze website autogids.be, waar je ook het laatste autonieuws vindt en nog veel andere interessante info. Ja, Steven, het is geen geheim dat de technische basis van de Kia EV6 dezelfde is als die van de IONIQ 5. Maar... EGMP-platform. Ja, inderdaad. Maar de verpakking is wel totaal anders. De IONIQ 5 heeft een beetje een retro-design gekregen. En dit is toch wel uitgesproken modern, denk ik. Oh, Kevin. Oh. Ik neem je even mee naar de achterkant. Ja, het is inderdaad wel zo. De IONIQ 5 is getekend door onze landgenoot, Luc Donkerwolken. Klopt. Die is wel directeur van Kia Hyundai, dus die stond ook aan het hoofd, zeg maar, van het design van Kia. Maar het is Karim Habib die dit getekend heeft. Ja. Maar ik denk dat zijn baas toch zal gezegd hebben van, steekt er misschien ook wat Italiaans design tussen. Want als je heel goed kijkt, heel goed kijkt, ja, dan zie je hier een klein beetje Stratos. Dat is dus toch ook wel wat 70's dat in het modernisme steekt. Hè? Ja, ja, inderdaad. Maar het is inderdaad zeer verschillend met de Hyundai en ik denk dat het verschil zich het best uitlegt met de volgende vraag. Wat vind jij van dit design? Persoonlijk kan ik het wel smaken. De proporties zijn totaal anders om te beginnen. Dus, ja, dat klopt wel. Maar jij bent dus een lover, ik ben eerder een hater, ik zou dit niet op mijn oprit willen. Ik ga niet zeggen dat je niet dood in wil gezien worden, maar ik vind het niet zo mooi. Oké. En dat is het grote verschil tussen beide. Mm-hmm. Bij de IONIQ 5 is veel minder controverse. Ik denk dat die stijl veel meer mensen meer gelegen zal zijn dan dit. Ja. Dit is echt zodanig uitgesproken dat je inderdaad lovers en haters hebt. En dat maakt dat de helft van het potentieel eigenlijk al onbenut is. Hè? Want je gaat waarschijnlijk geen showroom binnenstappen als de auto waarvoor je komt kijken je designmatig al niet aanstaat. Hè? Dat klopt, ja. Maar voor de rest goed, Le Goût et les couleurs, daar gaan we dan niet verder over discussiëren. Als we dan gewoon kijken naar de gewone maten, dan is de EV6 wel iets langer. Mm-hmm. Hij is 6 of 7 centimeter langer. Maar dat is eigenlijk een voordeel, of hij haalt er alleszins geen voordeel uit. Het gaat eigenlijk om de bumpers vooral, want de wielbasis is tegelijk 10 centimeter korter en hij is ook 5 centimeter lager. Ja. Dus we gaan dat straks nog zien wat dat dan de gevolgen van zijn. Ja, dat hem zoveel lager is, dat geeft dan die andere proporties. Dat geeft die andere proporties, ja. Wat die proporties betreft, hoe zou hem eigenlijk omschrijven? In welke categorie moeten we hem onderbrengen? IONIQ 5 is een beetje SUV-achtig, maar daar kunnen we de EV6 niet van beschuldigen, denk ik. Nee. Ik denk dat we voor de allereerste keer het prototype van een crossover hebben in onze garage. Want zoals je zegt, hè, dit is duidelijk geen SUV, maar het is ook te groot om echt als een gewone hatchback door het leven te gaan. Ja. Dus ik denk dat crossover echt op het lijf geschreven is van de EV6. Ja. Ja, we staan hier nu aan de voorkant van een auto. In dit specifieke geval zit er onder die plastic kap ook effectief een motor, maar dat is niet altijd het geval. Nee. Ik ga trouwens even... Als je dan een motor kiest van voor, is dit een nadeel, hè? Ja. Dus normaal gezien heb je hier een frank van 52 liter zitten. Ja. Als je dus enkel kiest voor de achterwielaandrijving, één motor dus, dan kan je daar je kabels in kwijt. Hier kan je niet veel in kwijt. Ja, dan is het alleen de bandenherstelkit. Ja, zoiets. In het beste geval nog een varendriehoek en dan zit het wel vol. Ja. Maar inderdaad, je kan dus kiezen vierwielaandrijving of achterwielaandrijving. Eigenlijk min of meer hetzelfde wat je bij Hyundai ook kan kiezen. Mm-hmm. Met dat verschil dat bij Kia enkel de lichtste versie inwisselbaar is met wat je bij Hyundai kan krijgen. Ik verklaar mijn nader. De lichtste versie is hier 170 pk motor met een 58 kWh batterij. Ja. Dat is inwisselbaar. Alle andere versies hebben en een sterkere batterij bij Kia en een sterkere motor. Ja. Nu, voor de mensen thuis.
Als je deze video zou bekijken in het najaar van 2022, dan gaat dat verhaal al niet meer op, want Hyundai is nu bezig om alles ook gelijk te trekken. Ja. Maar goed, dit is geheel terzijde. Mm-hmm. Wat kan je dan wel kiezen of wat kan je kiezen? Achterwiel aangedreven heb je nog de grotere motor van 229 pk met de grote batterij, en dat is 77,4 kWh. Mm-hmm. En ga je naar vierwielaandrijving, dan heb je 325 pk met dan die 77,4 kWh batterij. Of, en dat is het momenteel het NEC Plus Ultra, zowel bij Kia als bij Hyundai, ja. Dat is de EV6 GT. Mm-hmm. En die heeft 584 pk. Oké. Okay. Ja, dat is... We hebben die nog niet officieel of helemaal kunnen testen. Ja. Die komt er iets later in 2022 aan. Maar die belooft met een spurt van 0 naar 100 in 3,5 seconden het nodige vuurwerk. Ja. Dan zitten we wel een beetje op Tesla Model S niveau. Dan zitten we inderdaad op dat niveau. Ja. En je zal maar de Taycan rijder zijn die de Kia niet uit de achteruitkijkspiegel krijgt. Ja. Inderdaad. Dat zou wel eens kunnen pikken. Ja. En de 800 volt architectuur is er ook altijd. Ja, die zit er ook. Ja. Met als grootste voordeel uiteraard dat het snelladen echt exponentieel hoger, veel hoger is dan bij de concurrentie. Ja. Bijvoorbeeld nemen we bij de Volkswagen groep, dan is het 135 kilowatt op dit moment. Ja, deze doet er 233. Hè. Ja. Dat is op gelijkstroom aan een snellader. Hè. Ja, ja, ja. Wisselstroom is het gewoon 11 kilowatt interne lader en dan is het dezelfde tijd ongeveer. Mm-hmm. En als men dan eenmaal volgeladen is, hoe ver geraak je dan? Dat hangt uiteraard af van de batterij. Mm-hmm. De kleinste is officieel volgens de WLTP 392 kilometer, dus ja, ik doe daar dan toch nog maar wat af. Dus dat is dan 300, 350. Dat lijkt me wel weinig. Ik zou dan ook altijd gaan voor de grootste batterij. En dan zitten we ook daar afhankelijk van de motor, van de motoren of de motorisatie die je gekozen hebt. De versie met achterwielaandrijving, die raakt het verst. Dat is 528 kilometer. WLTP alweer. Ja. Heb je de 4x4 zoals hier, dan zitten we 506. En heb je de GT, dan is het 406. Allemaal WLTP. En dat zijn heel mooie scores die ze te danken hebben aan een vrij laag WLTP gemiddelde van 16,6 kWh per 100 km. Ja. Maar alweer, realiteit, ga je dat toch een beetje... Ja. Ja. Ja, Steven, net als de buitenkant ziet het interieur er toch ook wel een beetje anders uit dan dat van de IONIQ 5. Hè? Ja, ze niet snel door elkaar halen. Hè. Mm-hmm. Er is wel wat gelijkenis, het grote scherm. Wat in essentie twee 12,3 duim grote aparte schermen zijn, waarvan enkel het rechtse uiteraard aanraakgevoelig is. Ja. Dat is exact hetzelfde. Mm-hmm. Het is te zeggen, ja, op de merklogo's na uiteraard, je gaat hier geen Hyundai zien waar Kia moet staan en omgekeerd, maar dat is qua layout hetzelfde, wat betekent dat je eigenlijk ook een beetje min of meer dezelfde voor- en nadelen hebt. Ik weet niet wat jij vindt, maar ik vind het design nog niet het meest fleurig of het meest moderne dat ik al gezien heb. Nee, ja. Ja, en ook, het is ook niet het snelste systeem. Ook niet het meest intuïtief, maar goed, alles wat je nodig hebt zit erop. Ja. En het doet ook wat het moet doen. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil, de grootste gelijkenis, pardon. En de rest is eigenlijk quasi volledig verschillend. Ja. En is verschillend in dit geval dan ook beter? Of? Op sommige vlakken wel. Bijvoorbeeld de inductielader bij Kia, die zit hier van boven. Wat maakt dat het grote opbergvak... Dat vind je trouwens ook in de IONIQ 5, maar dat grote opbergvak hier bij Kia staat volledig ter beschikking van bagage. Ja. Dat is al een voordeel. Je hebt ook 5 USB-poorten, standaard. Dus 2 helemaal van voren, 2 hier in de zetel en eentje nog hieronder. Ja. Dus dat is ook heel mooi. Maar het is niet allemaal evenveel roze geur en maneschijn, zeg maar. Bijvoorbeeld hier, dat is de centrale balk met een dubbele koppeling, of een dubbele... Ja, werking zeg maar. Je kan daar zowel de navigatie of de mediafuncties mee bedienen als de airco. Alleen dien je dat elke keer aan te duiden welke functionaliteiten je nu precies wil gaan aanpassen. En dat is toch wel wat omslachtig, zeker als je aan het trainen bent, omdat dan, je moet al zien dat je goed zit en dan zit dat. Vind ik wat jammer. Dat had misschien wel wat beter gekund. Ja, dat is ook anders dan bij de Hyundai. Ja, bij de Hyundai werkt op een andere manier. Ja. En je hebt er straks ook gezegd dat in vergelijking met diezelfde Hyundai het dak hier een beetje lager is en de wielbasis ook korter. Uitzicht dat in het interieur? Ik ga mij eens goed rechtzetten. Kijk, ik zit nu met mijn hoofd in de opening van het open dak. Ja. Dus als die dicht is, dan zit ik er effectief gewoon tegen. En met de stoel in de laagste stand. Met de stoel in de laagste stand. Ja. En ik ben maar 1,80 meter. Hè, dus,
Dus ja, naar hoogte toe is het wel een beetje ja, problematisch tussen haakjes. Vanachter net een beetje hetzelfde verhaal. Maar misschien zonder het optionele open dak. Dan ga je misschien wel een paar centimeter. Ik hoop het. Ja. Ik hoop dat je inderdaad wel een paar centimeter. Ik heb enkel maar gereden met een Kia waar het open dak op zat. Dus, ja, en achteraan. Ja, het is wel iets minder ruim. Mm-hmm. Om de simpele reden dat ja, de wielbasis is korter. Maar ook de verschuifbare achterbank die je bij de Ioniq 5 hebt, die is hier niet beschikbaar. Ja. Dus je verliest wel een paar centimeter, maar of je dat nu echt gaat voelen aan je benen, dat betwijfel ik. Ja. Ook de Kia is bijzonder ruim, maar dus ook alweer daar, de opmerking, het hoofd, hè. Ja. Mag echt niet te groot zijn. Ja. En de koffer, dat zal ik u misschien eens live laten zien. Dat is goed. Ja, dus de koffer ziet er redelijk groot uit, maar nu ook niet om te zeggen... Puur naar cijfers toe, hebben we geen klagen. Hij is wel 7 liter kleiner dan wat je bij Hyundai krijgt, maar dat is nog altijd 520 liter, oh ja, okay. Wat echt ruimschoots voldoende is. Maar inderdaad, ja, met een hele schuine kofferklep, wat maakt dat om die 520 liter dan ten volle te benutten, dat echt gaan moeten stapelen. Mm-hmm. Weet dat ja, in de 4x4, we hebben het net gezien, heb je maar een heel klein frankje, heb je de gewone achterwielaandrijving, dan is dat effectief 52 liter en een echt een volwaardig opbergvak. Ja, dus bij de versie met vierwielaandrijving moet je de kabel eigenlijk hieronder... Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik zie hem daar liggen. En ik vind hier ook nog dit. Ja, dat is voor de vehicle to load. Ja. Oké. Okay. In principe rij je rond met een batterij. Mm-hmm. Dat is letterlijk een batterij op wielen. Dus zou je dat ook kunnen gebruiken voor andere dingen. En dat is, daar dient deze adapter voor, die je normaal gezien bijgeleverd krijgt. Voilà. En dan kan je die daarin steken. Hup. Hier steek je 12, een gewone 220 volt stekker in. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld op je picknick gaan gourmetten of een koffietje drinken of de tv aansluiten als je op verplaatsing bent. Ik zeg maar iets. Dus daarvoor dient dat. Bijzonder handig. Geef trouwens ook onmiddellijk aan dat Kia en Hyundai, want Hyundai krijgt dat uiteraard ook, eigenlijk ook al klaar zijn voor vehicle to grid. Mm-hmm. Dat betekent dat je de stroom kan afgeven aan het netwerk thuis. Ja. Maar dat mag vooralsnog niet van Europa. Maar om maar te zeggen dat Kia al verder gedacht heeft en dat het niet uitsluitend is om een stroom in te steken. Je kan er ook stroom uithalen, als je wilt. Op andere manier dan rijden. Oké. Okay. En Steven, de Kia EV6 staat op hetzelfde platform als de Hyundai Ioniq 5. En daarover hadden we een beetje de kritiek dat hij soms een beetje last had van deinen. Is dat met de Kia hetzelfde? Of? Nee. Kia heeft zelf gezegd dat daar het grootste verschil lag met een Ioniq 5. En ik kan ze daar alleen maar in bijtreden. Het is veel beter gedaan. Het is veel evenwichtiger. En dan vooral van achter, want die dijn van die Ioniq 5 maakte vooral dat in heel scherp genomen bochten, wat uiteraard het merendeel van het cliënteel nooit zal doen, of toch zelden, dan voelde je dat die kont loskwam en dat is hier helemaal weg. Ja. Hij kleeft echt tegen de baan. Dus het weggedrag is eigenlijk dynamischer dan bij zijn Hyundai-neefje. Ja, het is prettig comfortabel, zullen we het omschrijven. Het is nog niet perfect. Dat blijft een zware auto, dus op korte en effenheden dribbelt hij toch nog wel een beetje. Mm-hmm. Maar het is echt wel beter gedaan. En het geheim zit hem eigenlijk een beetje in de dempers, die een extra zuiger hebben gekregen. Om zodanig dat de in- en de uitgaande slag, de sterkte daarvan, eigenlijk op elkaar kan afgesteld worden. Zodanig dat je eigenlijk dezelfde beweging krijgt van de koets. Wat het comfortabeler zou moeten maken en tegelijk dynamisch. Ja. En het werkt, hè. Ja. Oké, okay, dus slim gezien dan. Ja, absoluut. En de EV6 heeft ook een one-pedal driving functie, dacht ik? Je hebt zelfs 6 verschillende mogelijkheden qua regeneratie. Dat gaat dan van geen, dus dat je echt kan zeilen, tot effectief die one-pedal drive. Daartussen zitten er al 5. En dan heb je nog een 6e en dat is de autostand. Ja. Dat is eigenlijk mijn favoriet, omdat de auto dan eigenlijk zelf gaat bepalen wat het meest gunstige regime is. Dus als er echt niemand is op de baan, dan gaat hij bij het lossen van de potentiometer eigenlijk volledig loslaten. Detecteert hij een voorligger, dan gaat hij automatisch afremmen. Het wordt geen volledige
one pedal, als je dat echt wilt, dan ben je beter met die one pedal stand. Mm-hmm. Maar het is wel voor mij de meest aangename manier om op een natuurlijke wijze, ja, zeg maar, mijn elektrische auto te rijden. En omdat je er zelf niet veel bij stil moet staan. En omdat je zelf niet te veel bij stil moet staan, want ja, die one pedal drive, dat vraagt toch wel wat gewenning. Eens dat je het gewoon bent, wil je eigenlijk niet anders meer, maar het vraagt toch wel wat gewenning. En dat lossen eigenlijk heel wat constructeurs tegenwoordig ook met zo'n autostand, waaronder dus ook Kia en zijn EV6. En welk effect heeft dat dan op het verbruik in het rijbereik? Ja, dan ga ik er vanaf natuurlijk hoe dikwijls dat je in de remmen gaat of het potentiometer loslaat. Hè. Maar sowieso doet de Kia het daar zeer goed. Het opgegeven WLTP gemiddelde is ja, 16,7, dacht ik. Wat je voor alle duidelijkheid zelden of nooit gaat halen. Mm-hmm. Maar 20, en we hebben nu 20,6 kilowattuur eigenlijk gedurende ja, toch een week testrijden. Het zijn ideale omstandigheden, dus dat is echt wel haalbaar. Hè. En dit gemiddelde is gereden op een zeer gevarieerd testparcours. En dat is echt wel goed, hè, want als we zo gaan vergelijken met zijn grote concurrenten, dan ja, die zitten toch meestal wat hoger. Ik had tijdens mijn gedetailleerde wegtest zelf 22,4 kilowattuur, maar dat waren onder zeer koude omstandigheden. Ja. En het rijbereik zit dan... Het rijbereik met 20,6, ja, dan zitten we, spreken we toch 450, 480 kilometer. Reëel, hè? Ja, ja, dat is de moeite. Dat is echt de moeite, ja. En welk prijskaartje hangt er eigenlijk aan deze elektrische Kia? De goedkoopste versie is 45.000 euro ongeveer. Mm-hmm. Mensen die momenteel in de markt zijn voor ofwel de IONIQ 5 of de EV6, zullen nu even van hun stoel vallen, want de Hyundai vraagt 2.500 euro, dacht ik, meer voor exact dezelfde configuratie. Ja. Nu, er komt een heel belangrijke maar bij. De warmtepomp, die krijg je standaard bij Hyundai en die moet hier altijd bijbetaald worden. Ja. Dat is een heel belangrijk om te weten. En plus, de EV6 krijgt die warmtepomp ook pas vanaf het tweede uitrustingsniveau. Dus dat is echt iets om mee rekening te houden. Ja, want nochtans, zo'n warmtepomp is voor een elektrische auto wel interessant om te hebben. Ja, absoluut. Ik vind dat eigenlijk onmisbare uitrusting en eigenlijk zou dat moeten verplicht worden als een soort van standaard uitrusting. Ja, dus dit is echt wel iets heel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Maar voor de rest, ja, voor Kia een beetje de norm, zoals het vandaag eigenlijk is in het elektrische segment. Als we gaan kijken naar de belangrijkste uitdagers, genre Skoda, Volkswagen, dan zitten die min of meer gelijke prijs voor dezelfde batterij en plus minus hetzelfde vermogen. Ja. Dus dan gaat het van 45, ik dacht ja, 47, 48 voor de versie met de grote batterij en achterwielaandrijving. Dan springen we ineens boven de 50.000, 53 dacht ik voor deze 4x4. Ja. En dan gaat het op 66.000 euro voor dan de GT. Ja. Met dan uiteraard verschillende uitrustingsniveaus en stappen die je kan nemen. Met die verstanden dat er heel weinig losse opties zijn voor Kia. Je hebt de metaalkleur en die warmtepomp. En voor de rest zijn er nog drie grote optiepakketten waar heel veel in gebundeld zit. En daarmee is de kous eigenlijk af. Okay. Well, sommige mensen zouden zeggen, absoluut gezien is natuurlijk veel geld voor een Kia, maar ten opzichte van de concurrentie zitten ze eigenlijk goed en je krijgt er eigenlijk ook wel flink wat voor terug. Veel voor terug, ja. Niet alleen gaat Kia een stuk verder in luxe, want bijvoorbeeld, zeg maar iets, geventileerde zetels, ik wil het ze bij Volkswagen nog zien aanbieden. Dan niet alleen, maar je zit ook met technologisch eigenlijk een stap vooruit, want 800 volt, dat vind je niet in deze middenklasse. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk heel veel waar voor je geld en dat is Kia altijd al geweest, plus 7 jaar garantie. Hè. Nog steeds. Ja, nog steeds. Voilà. En Steven, wat is uiteindelijk jouw conclusie over deze Kia EV6? Voor een keer doet hij er eigenlijk niet toe. Oh. Ja, om de simpele reden dat, ongeacht wat ik hier nu kom te zeggen, Kia toch al met de hoofdprijs is gaan lopen. Zijn de belangrijkste verkiezing die je kan hebben op het Europese continent, dat is de auto van het jaar, die hebben ze al gewonnen met de EV6. Natuurlijk, ja. Dus, maar dat gezegd zijnde, ik sluit me er wel volledig bij aan. Mm-hmm. Ik denk dat vandaag de dag prijskwaliteit je niet beter gaat vinden dan de EV6, omdat, ja, zijn weggedrag, hij heeft een prima compromis tussen comfort en toch redelijk snedig rijden. Ja. Mm-hmm. Hij is ook zeer praktisch, wat je als familiewagen toch mag verwachten. Hij gooit daar een hoop technologie tegenover, hè? 800 volt systeem, snelladen, wat je ook niet overal vindt. Ja. En hij is bovendien niet duurder geprijsd dan zijn concurrenten. Kortom,
als som klopt het geheel. Ja. Maar, ik weet, we verschillen een beetje van mening daarover, maar ik vind wel dat je door de looks moet zien. Want als je in mijn kamp staat en je vindt het niet meteen moeders mooiste, ja, dan gaat de genialiteit zich ook niet direct etaleren. Ja, Steven, maar je weet wat Clouseau gezegd heeft in der tijd? Het zit van binnen. Hè? Ze hebben 100% gelijk. Voilà. Bedankt voor het kijken, Steven. Bedankt voor de uitleg. Mocht je nog meer van onze video's willen zien, abonneer je dan snel op ons YouTube-kanaal en dan hoef je er geen enkele meer te missen.